Goedendag. De herfst is nu in de natuur echt prachtig te zien. Een mooie foto vanuit de lucht gemaakt. Daar zien we inderdaad heel erg mooi dat die herfst nu echt wel heel erg goed te zien is. En niet alleen in de natuur, ook in het weerbeeld is dat vandaag het geval. Zeker in het zuiden van het land. Daar kan de paraplu toch wel uit de kast. Want zeker vanmiddag kan het daar af en toe stevig gaan doorregenen, terwijl het noorden juist te maken heeft met droge momenten. Later vandaag krijgen we wel op meer plaatsen nog eventjes de zon te zien. Dat hebben we allemaal te danken, die regen in het zuiden, aan een warmtefront. Wat daar nu dan ook ligt. Trekt uiteindelijk van Engeland over België richting Duitsland. En dat schampt dus eigenlijk ons land. Zeker het zuiden krijgt daarmee te maken. Maar later vandaag. Krijgen we ook te maken met opklaringen. Een hoogdrukgebied bouwt zich op net ten oosten van ons met bij ons een zuidoostelijke stroming. En daardoor gaat de temperatuur met name op dinsdag en zeker op de woensdag flink omhoog. Die stroming gaat nog iets meer naar het zuiden kantelen. En dan gaan we op woensdag op grote schaal naar zo'n 20 tot lokaal misschien zelfs 24 graden. Eerst erbij nog droog. Maar vanaf donderdag komen storingen toch dichterbij. Het hele zaakje verplaatst dan iets meer richting het oosten. En dan moeten we toch wel weer rekening houden met zo nu en dan wat regen, maar nog steeds door die zuidelijke aanvoer wel. Vrij zacht weer voor de tijd van het jaar. Vandaag is het wel nog vrij koel, temperaturen maximaal zo tussen 9 en 12 graden. Zo nu en dan dus wat regen, zeker in de zuidelijke provincies, maar later in de middag wordt het dus een stuk droog en dan kan de zon nog wel even gaan doorbreken. En bij dat alles staat er dan een zwakke wind uit de zuid zuidoostelijke richtingen. Vanavond is het op de meeste plaatsen droog, alleen in het zuidoosten van het land kan nog een enkel druppje regen vallen. De temperatuur loopt terug naar zo'n 7 tot 9 graden. En er is erbij een mix van wolken en opklaringen. Vannacht zijn er ook brede opklaringen aanwezig, zeker in het noorden en midden van het land. In het noorden kan het kwik dan flink onderuit gaan naar gemiddeld zo'n 0 graden. Maar wie weet gaan we lokaal wel naar de eerste regionale vorst van dit seizoen. We zijn al een aantal keer dicht in de buurt geweest, maar vannacht dus opnieuw een kans. Er kunnen wel enkele mistbanken gaan ontstaan, maar die zijn wel ondiep. En die zullen dan op dinsdag overdag al vrij snel weer gaan oplossen. Onder de wolken in het zuiden, daar is het toch beduidend minder koel. Met daar minimaal rond een graad of 6. Morgen dan een prima dag. De temperatuur ligt wat hoger dan vandaag met zo'n 13 graden in het noorden. Tot lokaal zelfs 17 graden aan de grens met België. Vriendelijk weerbeeld daarbij, een mix van wolken en zon en een matige wind uit oostelijke richtingen. Nou, woensdag dus die zeer zachte dag. Normaal kunnen we in dit jaar getijden temperaturen van zo'n 14 graden verwachten overdag. Daar zitten we nu dus dik boven met zo'n 20 graden in het noorden, 22 graden in het midden en in het zuiden 23 of lokaal zelfs 24 graden. De plekken met de meeste zonneschijn zullen ook de hoogste maxima gaan noteren. Dus dat is even afwachten waar dat zal zijn. Het blijft in ieder geval wel droog met dus die mix van wolken en zon. Enige spelbreker is dan nog wel de matige zuidoostenwind, want die blaast echt wel aardig door. Nou, ook de dagen daarna blijft het erg zacht voor de tijd van het jaar. Maar het wordt dus wel wisselvalliger. Donderdag een graad of 19 met regenachtige periode. Vrijdag ook nog steeds veel bewolking, wordt dan wel wat droger met dan een graad of 18. De dagen daarna: temperaturen tot een graad of 17, wat nog steeds aan de zachte kant is voor de tijd van het jaar. Af en toe wat regen, maar ook echt wel droge periode met ruimte voor de zon. Een fijne week gewenst.